deze video wil ik iets meer gaan vertellen over de Maxicosi Titan Pro. De Titan Pro is een uitstel die je kunt gebruiken vanaf 9 maanden tot 1,50 meter. 1,50 meter komt overeen met 10 tot 12 jaar. Alleen 1,50 meter is namelijk een Europese normering. In Nederland hebben we een andere normering, dat is tot 1,35. Oftewel, de stoel moet u sowieso blijven gebruiken tot 1,35 meter. En daar komt dan weer overeen met ongeveer 8 à 9 jaar. Deze autostoel is ook alleen vast te zetten met Isofix en een topletter. Hoe zet u nou de stoel vast in uw auto? Nou, u moet dus een Isofix systeem in de auto hebben zitten. Isofix zijn twee metalen beugels die dus vastzitten in uw auto. Dus dat is wel heel erg van belang. Dan doet u hier een knop indrukken. Dan krijgt u een gele beugel. Dat gaat eruit. Doet u aan beide kanten. En dan klikt u hem erop vast. Links en rechts. Dan duwt u hem gewoon naar achter toe. En dan heeft u de topletter. Deze haak die gaat onder uw hoofdsteun door. Dan klikt u hem aan een beugel. Nou, die beugel die zit in uw kofferbak. Of zoals deze. Maar u heeft ook een balkje in uw rugleuning zitten. Daar kunt u hem ook aan vastzetten. Dan trekt u, als u de haak vast hebt gezet, aan het gordelsysteem. Net zo lang totdat het hier de indicator groen is. Op dat moment staat de autostoel muur en muurvast in uw auto. Deze autostoel is uitgevoerd met een groot hoofdsteun. In de hoofdsteun zit een G-cel in. Wat is zo'n G-cel? Dat is een materiaal. Op het moment dat u helaas een impact gaat krijgen, dan gaat het hoofd natuurlijk alle kanten uit. En door middel van die G-cel absorbeert eigenlijk de klap. Dus de druk op het hoofdje wordt gewoon veel minder groot. En omdat het een grote hoofdsteun is, blijft het hoofdje ook altijd binnen die hoofdsteun zitten. U kunt hem ook in hoogte instellen, de hoofdsteun. Moet u eerst de knop even indrukken. En dan kunt u hem dus in hoogte instellen. Waardoor de schoudergordels ook altijd goed op de schouders blijven zitten. Die schouderpads, daar hebben we aan de binnenkant een anti-slip. Totdat die pads goed op de schouder zitten. En op het moment dat u hem losmaakt, dan schiet het gordelsysteem weg. Nou, wat is dan daar ook weer zo fijn aan? Op het moment dat u dan dus het gordelsysteem gelijk wat langer maakt, is het eenvoudiger om het kindje erin en eruit te halen. Het vastzetten hoeft u dit alleen maar om elkaar te doen. Klik hem vast en u trekt er net zo lang aan totdat het kindje goed stevig in de autostoel zit. De verkleiner die erin zit, die kunt u al uithalen bij ongeveer 13 kilo. Nou, wanneer is het kindje 13 kilo? Dan moet u richting de 1,5 tot 2 jaar gaan denken. Standaard wordt u ook geleverd met een bekerhouder. Dat is wel fijn. Dan kunt u zijn eigen drinker gelijk weer kwijt. En we hebben ook nog een kleine lichtstand. Die heeft ook in verschillende standen. Waardoor het ook wat prettiger is op het moment dat ze moe zijn, dat ze gewoon lekker kunnen gaan slapen. Op het moment dat u kindje ongeveer 1,5 meter lang is, oftewel dat is plus minus 3,5, 4 jaar, dan kunt u het gordelsysteem, haalt u eigenlijk weg, door middel van dat eigenlijk om in een stoel weg te werken. U kunt dan de hoofdsteun kunt u dan ook gelijk goed in hoogte instellen, waardoor het kindje dus altijd tot die 1,50 meter dus in die stoel kan zitten. Nogmaals, Nederland en België tot 1,35. Dan pakt u het gordelsysteem als ze eenmaal zo oud zijn. Het schoudergordelsysteem doet u eenvoudig, haalt u gewoon hier doorheen. Die zit gelijk goed. Heupgordel die gaat gelijk via de onderkant. En dan kunt u hem eenvoudig aan de andere kant hem vastzetten. En dan zit het kindje dus hetzelfde in de auto zoals wij ook zitten. Nou, wat is nou echt het super fijne van deze stoel? Dat hij nog steeds nu vaststaat met dat Isofix systeem en met die toptetter. Dus hij kan geen kant uit. Hij staat echt muur en muur vast. Deze auto stoel is ook in meerdere kleuren leverbaar. Dat kunt u gelijk zien in onze webshop. Bent u daar toch, kunt u hem ook gelijk bestellen. Wilt u hem eerst eventjes goed testen in uw auto? Dan bent u natuurlijk van harte welkom in een van onze winkels in Nederland of in België.